Dames en heren, jongens en meisjes, ik ben hier vandaag met Jesse. Het is je boy. We hebben vandaag echt wat goed, zoals jullie weten. Ik maak echt hits, hè? Ja. Jij maakt hits, maar ik... Ja, hits. Jij maakt, als we nu naar de views kijken, de echte hits. Absoluut. Ja, ja. Ik ben gewoon de veteraan. We gaan vandaag reageren samen met Jesse op de muziek die ik heb gemaakt. En je moet gewoon echt keihard eerlijk meegeven. Okay. Als je zegt van dit is echt zeggen. Ga ik wel huilen, maar wel zeggen. Ja, is goed. Ja? Met alle respect voor de views, want dat is het eerste wat je opvalt. Ja. Je gaat richting de 4 miljoen, ja, de 4 miljoen. In een jaartje. Ja, dus dat is... Absoluut. Maar dat hoeft niks te zeggen over hoe goed het is. Nou ja, weet je bro, het is wel een hit. Ja, dat. Ik heb twee nummers. Eén, dit is zeg maar met de groep. Dan heb ik één gevoelige track, een kerstnummer. Een soort uit elkaar. Ja, een soort uit elkaar. Ja. En nog één solo track die afgelopen zomer uitgekomen is. Ik ben benieuwd. Oké. Trouwens, abonneer op mijn kanaal, mensen. We hebben bijna 500.000. Wauw, je gaat dik gaan, bro. Oké, ben je ready voor het eerste nummer? Zeker. Dit is opgenomen, de clip in Spanje. Oké. Okay. Zijn we even overgevlogen. Nee, we gingen op vakantie en daar clip op. Yo, Milo. Ik hoor de laatste tijd een beetje gerucht dat jij met 8 chicks bent gegaan in Albu. Wat is daar precies gebeurd eigenlijk? Niks. Aan het appen met wat chicks. Op een feestje denk ik niks. Lauwe pils of een mix. Wat vind je? Nou, de hoek is in principe goed. Het is een beetje, maar ik ga je nu echt als een voetbalanalyse. Ja, heel goed. De hoek is een beetje busy-achtig. Ja, klopt. Het ging ook voor een vieze track. Ja, als ik de desbetreffende persoon was die het refrein zei, had ik mijn stem iets anders gebruikt. Klinkt een beetje als een ledenvergadering. Maar nu komt mijn rapstukje. Ik ben benieuwd. Ja, ben je benieuwd? Nu komt echt Eminem dus, hè? Echt Eminem die mag mijn Facebook niet strikken. Oké, kom. Hey, hallo, het is Koeien DNP. Eerst een AMG en nu een BMW. Was dagen op mijn way. Gasolina was al duur, man. Hij was al mooi, maar te oud. Het katje schuur, man. Fijn zijn, hè? Was altijd bij de les. Ja, ik schipte niet. Nu ben ik de man op de reunie. Niks. Oké, hard. Wat je duidelijk hoort is de beste man van het refrein. Help me even. Milo. Die was duidelijk geïnspireerd door Busy. Bij jou hoor ik dat je bij je flow echt een week daarvoor naar Boef hebt geluisterd. Wat een skip ik die. Laten we even nog een keer luisteren. Geen oude tune bij dat stukje. Nu ben ik de man op de reunie. Geen oude tune, hè? Gewoon puur. Ik had het wel gedaan, dus. Hoe jij inkwam, ik vond jou harder dan Milo. Ja, sorry Milo, alle shadows zijn jou, bro. Herken je Milo nog? Je hebt Milo een keer ontmoet, weet je nog waar? Ja, bij voetbal. Ja, klopt. Bij dat beach. Klopt. Bij dat beachvoetbal. Toen ik het over jouw witte benen had. Ik heb nog nooit zulke witte benen zien. Ik hou niet van melk, maar ik kreeg gewoon spontaan zin in een lekker glas vol met witte melk. Ja. Ideale schoonzoon, maar je mag mijn papa noemen. Denk ik geef een knuffel, maar ik moet de akker voor de studie rustig afgemaakt. Nu een schuld van 7 rug. Ik leg daar niet wakker voor, verdien het in een maandje terug. Rolex op mijn pols, maar ga stunten met mijn chick. Al die mannen zijn hier gretig, sturen foto's van een dik. Ik heb mijn club, kom bij me thuis, het waren interviews. Met de zenuw in Milaan, ik noem het interviews. Hard, ja, ik vind het wel tof wat hij allemaal zegt over zijn studieschuld en dat hij het zo makkelijk kan afbetalen. Beetje balling, beetje stoer doen. We mogen toch ook wel een beetje opscheppen. Tuurlijk. Vond jij en de beste niet? Ik vind nog steeds jouw flow, hoe je inkwam. Hé, hey, man. Ja, maar ik vind hem ook wel. Okay. Ja. Hola chica, quiero follarte. Heb mijn bel op je gericht, geen darte. Kan ik ook een keer dat het aan de karte. ING, meegestopt in keus, net miljarden. Maar na 3 ton. Hij is het hardst. Echt? Ja. Vind je dat? Hij gebruikt zijn stem het allerbest. Denk je de allereerste band op deze wereld die vindt dat Rob het hardst is? Hij gebruikt gewoon een ander soort slang. Hij gebruikt de woorden anders dan je ze gebruikt als je normaal aan het praten bent. Ja. En dat is natuurlijk ook wel de kunst. Ja, ik weet niet, ja, verrast me wel. Ja, dat was het. Dat vonden wij ook. Ja. 24 jaar en nog niet meer bij mijn ouders. Ja. Relevant genoeg en geen views op mijn vrouw. Dus filmpje in de maand, pak al meer dan je pa. Je hebt een zwak voor je ma, alles sparen voor een baard. Shout-out naar mijn fiscalist. Hij heeft gisteren nog van mij een nieuwe whip gefixt. Ik en Nico heb je back, net als Kevin Dix. En Milo die hem net nog iemand nicht gewipt. Nou, nicht eigenlijk. Oké, hij vond ook wel heel hard. Ja, jullie hebben, het is wel save the best voor les, zeg maar, bij deze track. Ja, vond je deze het best? Ik vind het wel moeilijk om te kiezen tussen hem en Rob, zeg maar. Ja. Die bar met die fiscalist, die vind ik super hard. Ja. De dag daarna een nieuwe whip gefixt. Okay. Ja, ik hou leugens, hè? Okay. Leugens zijn het. Triest. Maar nogmaals, jouw flow vond ik ook fucking verrassend. Ja, man, zeker. Oké, okay, de volgende. Track heet 1. Eenzaam, want ik was super eenzaam. Dit is echt gevoelig. Heb je een chick eigenlijk? Ja, nu wel. Maar hier kan je helpen, gek op jou. Nee, ja, dankjewel. Helaas, net te laat. Echt gevoelig trekken dit. Eenzaam, ik ben zo eenzaam. Ik ben zo eenzaam. Ik ben helemaal alleen met. Eenzaam, ik ben zo eenzaam. Zie mij alleen staan. Ik ben helemaal alleen met Ja.
Maar de tekst is niet heel slecht. Ik weet zeker, als je dit gewoon iemand laat zingen die echt kan zingen of kan rappen, dan zou die wel hard klikken. Maar ik heb de rest van de track nog niet gehoord. Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar je bent... eerlijk antwoord op. Ja, 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 maar je bent dus niet heel enthousiast over het refrein. Ja, ik heb zoiets van Jezus Christus, ik begrijp wel waarom je zo eenzaam bent. Met wat chicks die ik tijdens cash pak. Roppen suipen in de stad met een cashpak. Wat ben ik blij dat ik nooit alleen was. Fijne kerst, Feliz Navidad. Mijn ouders zijn gescheiden, dus 2 dagen feest. 5 kilo aangekomen, want ik chap het meest. Kerstdiner niet compleet zonder kalkoen. Vraag me af hoe het gaat, dus ik kalkoen. Kalkoen. Er is al wel nagedacht. Wat vond je hiervan? Nou ja, dat ging al wat lekkerder. Ja, ja, maar, ja. Eigenlijk vind je mij gewoon slecht. Nee, helemaal niet. Nou ja, daar kom je wel over dan. Ik hoor wel gewoon dat dit YouTubers zijn, grote YouTubers zijn die fun hebben en gewoon een grappige plaat maken. Ja. Dit is niet, denk ik, de bedoeling dat jullie straks bij 101 Bas... Nee, dat was inderdaad niet, dat was niet de bedoeling. Okay. Het is koud, het is kil. Ik heb niemand om me heen. Al mijn vrienden uitgenodigd. Maar dit is gewoon goed. Er kwam er geen eenzaam. Ja, de bridge vond ik dope. Bridge was dope. Ja. Doe dat nog 1 keer de bridge luisteren. Ja, nee, okay. De bridge is fucking sick. Ik heb niemand om me heen. Ik heb niemand om me heen. Dat had ik dan gedaan. Al mijn vrienden uitgenodigd. Er kwam er geen eenzaam. Dat vonden we leuk, er kwam er geen één. Geen eenzaam ging ik door. Eerlijk, het allerbeste van het liedje is de bridge. Okay. Ja, ja, maar dat is zo kort duurt. Ja. Ik was helemaal alleen. Komt-ie. Eenzaam, ik was zo eenzaam. Dat is een fantastisch nummer. Ja. Ik heb dus afgelopen zomer heb ik zelf een nummer uitgebracht. Okay. Ik wilde eigenlijk een nummer met iemand maken, maar die uiteindelijk zei van ik kan niet. Wel, eigenlijk had ik het gewoon moeten doen achteraf. Ja, dit ging hartstikke goed. Toen heb ik alsnog een nummer gehad. Ik dacht van dat is lachen. Ja. En dit is gewoon slam afgesloten. Oké, maar dit vind jij ook zelf je allerbeste nummer? Ja, ik vind het nog steeds niet goed. Maar ik vind het zelf ook niet heel goed bij die muziek. Qua streams dit best. Deze heeft 5-6 miljoen streams. Maar wil je ook echt graag artiest zijn? Nee. Nee, absoluut niet. Vooral niet serieus nemen. Ja. Maar. In je achterhoofd wel op slam afgespeeld. Oké. Okay. Ja. En de vrede man, top 5 van Nederland op Spotify, nummer 4. Wat? Ja. Dat hebben we met een hit te maken gewoon. Nah, dat wil ik niet zeggen, maar ja. Oké. Okay. Ja. Yo, Koen. Hey bro, ik zeg je eerlijk, het is dus een druk op het moment. Ik heb echt helaas geen tijd, man. Dit is ook echt. Ik wil de studio. Ja, dit is echt. Een paar ruggen in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier. Paar ruggen in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier. Vind je wat refrein? Ik moet zeggen, dit is het beste wat ik tot nu toe gehoord heb van je vandaag. Absoluut. Maar hier klopt ook alles. De manier, de mix, je stem, de beat. Dus dit vind je wel gewoon Ray-Ban? Ik denk dat iedereen die eerlijk zijn mening geeft, hier niet echt op kan haten. Dit klinkt gewoon prima. Okay. Ja. Ben die enge boy met die rode flow. Ik verdien het zelf, niet mijn pa of zo. Ik kan champas halen, zoals niemand hier. 1 dag meer geld dan wat jij verdient met 4 shows. Mogen niet klagen als we kijken wat te pakken. Alles viraal, zit ik heel de wit te kakken. Geen kaartje nodig om geld te zien. Hoor je kaasje, heb ik weer wat geld verdiend. Oké, dope. Ja, ik vind wel de hoek iets overtuigender dan de verse. Maar de verse komt wel textueel heel goed overeen met... Het smelt wel heel mooi met de hoek. Ja, oké. En de clip ook, shout-out naar degene die de clip heeft gemaakt. Ken je Zino? Nee, maar shout-out naar Zino, man. Ja, Zino is echt goed. Hey, hallo, dit is Koen, geen DNP. Ren nu een BMW, binnenkort heb ik er 2. Maar mannen groot, al hebben ze geen talent. Eenzame hoogte hier, er is geen concurrent. Geen corona, maar we leven in een ziekenhuis. Enge bar. Geen corona, we leven in een ziekenhuis. Wil er langs bij je chick, maar ze is niet thuis. Geen kaartje nodig om geld te zien. Hoor je kaasje, heb ik weer wat geld. Weet je wat kaasje is eigenlijk? Nee. Ja, vooral deze tijd bracht ik een app uit, Kaasje heet dat. De top games van het jaar. Okay. Top games season. En stond op nummer 2. Dik. Ja, onder Among Us. Ik weet niet of Among Us welke. Nou, dat zou ik ook niet. King Hard. Ja, dus dat was echt nice. Rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier. Sorry. Maar hoe vond diegene dat dan? Hij heeft niks gezegd. Serieus? Niks. Geen appie, geen Insta-bericht, helemaal niks. Hij dacht, oké, hier kan ik niet op ingaan. Nee, ik kan er niet op ingaan, ja. Zeg je eerlijk, bro, dit vind ik van de 3 liedjes die ik vandaag gehoord heb, vind ik dit de beste. Oké, in ieder geval, dankjewel voor je eerlijke mening. Ik hoop dat je het waardeert, man. Ja, tuurlijk. Ik ben zeker over deze back zeer tevreden. Oké, dan. Deze krijgt gewoon een dikke 8 van mij. Ja? Ja, zeker. Stel. Die zou op je EP kunnen staan. Nou ja, ik moet zeggen, als ik van die 3 liedjes moest kiezen, dan was ik deze. Ja, maar dat vond ik niet. Het is wel gek als ik een liedje van jou op mijn EP heb. Ja, dat is wel waar. Het zou wel een featuring kunnen zijn. Oké. Paar ruggen in de week.